geperforeerde staal lijkt te zweven. De kabelstrengen van de brug omringen hem als een web. Zwaardere, stokkende ademhaling, rillingen, tranen, woede, angst, zweet. Een hart dat bonkt voor heel Manhattan. 7 jaar heb ik me teruggetrokken. Ik had nooit gedacht dat mijn reis naar de Mojave-woestijn, waar ik de Noor ontmoette, weer een nieuwe fase zou inluiden. Donkerder, pijnlijker en angstiger dan die ik had doorstaan. De plagerige stem van Bette, die allereerste nacht, nog maar een paar maanden terug. Wil je mijn billen zien? Het langzaam afstropen van haar jeans, haar onderbroek die meeging. Het bij haar naar binnen dringen. Die warmte, daarop richten. Ga toch niet zo idioot, man. Het zit allemaal in je kop. Lopen, kom op. Er zitten veel in mijn kop. Ik tril als een angstig dier. Maar een dier heeft wel de moed te vechten. Geboorte is volgens de Noor een agressieve gebeurtenis die voortkomt uit liefde. De wedergeboorte van onze samenleving gaat noodzakelijkerwijs met diezelfde agressie gepaard. Toen ik weigerde met hem mee te doen, ontnam hij me meer dan hij me gegeven had. De Noor weet dat Bette in New York woont. Ik kan me nu niet weer terugtrekken. Ik laat me godverdomme niet wegjagen of opjagen. Ik zal naar de overkant komen. Ik probeer mezelf voor te stellen als een ruim lichaam. Het lichaam dat de Noor me liet ervaren toen hij in de woestijn op me insloeg. Ik kan dat niet meer mijn lichaam noemen. Deze brug, de stad, de Noor en Bette razen er ook doorheen. Bette. De foto die ze me stuurde waarop ze naakt in haar kamer staat. Die kamer kan niet ver meer weg zijn.